natte voeten of droge sokken. Spaanse zon voor winnend Vitesse. Sfeergoed bij jubilerend NEC. En kronkelen en kruipen achter glas. Dit is het kanaal 13 Nieuws. De hevige regenval in het stroomgebied van de Maas en de Hellingenheuvels heeft dit weekende voor zware overlast gezorgd. Waterschap Rivierenland zorgt dat wij met droge voeten veilig kunnen leven in het rivierengebied. Hoe groot achten zij de kans dat onze regio getroffen kan worden door het water? Zijn wij in levensgevaar? Nee, absoluut niet. De ergste regen is voorbij. Soms gebeurt het dat je gewoon in een hele korte periode extreem veel regenval krijgt. Dat is de laatste jaren ook toegenomen. Dan kun je ze goed mogelijk op proberen in te stellen. Maar je kunt dan niet echt 100% voorkomen dat je wateroverlast krijgt. Nou, wat er in België en in Limburg en ook een klein gedeelte van Brabant is gebeurd, is gewoon dat er in 24 uur enorm veel water naar beneden is gekomen. En dan is het gewoon alle zeilen bij. Ja, zulke extreme regenval, je kan je er goed op proberen in te stellen. Zoveel mogelijk proberen dat het water weg kan lopen en dat het watersysteem goed op orde is. Maar ja, als er in korte periode zoveel water naar beneden komt, ja, daar is geen kruid tegen opgewassen. Als het in ons gebied was gebeurd, dan waren er waarschijnlijk ook wel wat watergangen overgelopen. Ja, daar ontkom je niet aan, nee. Waterschap Rivierenland neemt dus voldoende maatregelen om te zorgen dat wij geen natte voeten krijgen. Uit voorzorg verlaagt het waterschap bijvoorbeeld het waterpeil op meerdere plekken om wateroverlast voor inwoners en agrarische ondernemers te voorkomen. Jonas gaat ons uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat. Uit voorzorg hebben jullie als waterschap het waterpeil op meerdere plekken verlaagd. Hoe gaat het nou in zijn werk? We maken gebruik van een geautomatiseerd systeem. Je moet je voorstellen, binnen het waterschap heb je een soort van verkeersluchtleiding als het gaat om watergangen. Op het moment dat wij extreem weer aanzien komen, dan nemen wij van tevoren al maatregelen. En door middel van dat geautomatiseerde systeem, hier en daar doen we het ook met de hand, laten wij water weglopen naar de Maas in dit geval. Zodat er een buffercapaciteit ontstaat waardoor water weg kan lopen. Wat is uw tip voor de kijker? Nou, mijn tip is om gewoon wel goed in de gaten te houden op het moment dat daar een grote regenbui aankomt, wat de stand van zaken is. Op dat moment wordt gewoon gecommuniceerd hoe de stand van zaken is en welke voorzorgsmaatregelen ook de mensen in ons gebied kunnen treffen. Pompen tegen de overlast is dus in onze regio niet nodig. De kaplaarzen en de zandzakken mogen voorlopig in de schuur blijven staan. Sinterklaas is redelijk droog in Arnhem aangekomen afgelopen zaterdag. De intocht verliep tochtig, nattig, maar uiteindelijk minder dramatisch dan de weersvooruitzichten vrijdag deden geloven. Alleen rond 2 uur in de middag begon het licht te regenen in Arnhem. Het haar van de Sint bleef gelukkig intact, dankzij een waterdichte mijter. De pieten die waren enorm enthousiast. Evenals de enorme menigte kinderen die vanaf nu, in overleg met papa en mama, hun schoen weer kunnen zetten. Het slagveldtoerisme is gewoon goed voor de regionale economie. Dat stelt Wil Lenders, directeur van het Groesbeekse Bevrijdingsmuseum. Een nieuw BO2-museum is volgens hem geen verkeerde investering in deze crisistijd. Het onderzoek is gebleken dat een gemiddelde battlefield-toerist 45 euro per dag uitgeeft. Bij een meerdaags bezoek laat deze toerist al snel 275 euro achter in de streek. Het is dringen voor de deur bij de open dagen van de Artes Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Vooral de modeacademie is erg in trek. De prijzenregen die regelmatig losbarst boven de hoofden van de oud-modestudenten uit Arnhem zijn daar deels oorzaak van. Afgelopen week tijdens de Dutch Fashion Awards viel de Arnhemse Iris van Herpen dik in de prijzen. 400 jongeren doen een gooi naar de ongeveer 70 beschikbare opleidingsplaatsen in Arnhem. Zo'n 200 Arnhemse dak- en thuislozen kunnen uit hun dak gaan voor het Daklozenfestival. Luxor Life die zal zorgen voor onderdak van dit feestje voor de minder bedeelde medemens op 19 december. Dat is net voor de kerst. Anders dan het oorspronkelijke plan duurt het festival niet tot diep in de nacht. Ook zal er geen tentenkamp komen op het Gele Rijdersplein. De gemeente vreest voor ordeproblemen als een paar honderd daklozen midden in de nacht de straat op gaan. Een tweede onderzoek in het dorp Weurt naar de brand bij vleesfabriek Henry van de Bilt
toont aan dat de dioxine nog niet weg is. Die giftige stof daalde neer op het dorp op de dag van de brand. Afgelopen weekend kregen alle inwoners een brief in de bus waarin de gemeente Beuningen uitlegt dat er een tweede meting is verricht. Om elk risico te vermijden blijft de waarschuwing van kracht om geen groente of fruit uit het roetneerslaggebied te eten. NEC verkeert deze dagen een feestelijke stemming. Behalve dat de A-selectie zondag een verdiend punt behaalde tegen ADO Den Haag, bestaat de Nijmeegse voetbalclub 110 jaar en is er een lustrum voor Legio Novio Magnum, het sfeerteam van de supporters. Met de goede sfeer zit het momenteel dus wel snor. De club bestaat vandaag 110 jaar. Een feestelijke dag? Ja, op zich natuurlijk wel. En nu moet ik zeggen dat we er niet een heel groot feest omheen bouwen. Maar 110 jaar is natuurlijk een rijke historie en dat is mooi dat we dat vandaag bereikt hebben. Maar laten we met name hopen dat er nog vele jaren zullen volgen. Nou is het niet het enige jubileum, ook Legio Novio Magnum bestaat vandaag 5 jaar. Hoe belangrijk zijn deze groep mensen nou voor de club? Nou, ontzettend belangrijk, hè, want zij doen allerlei sfeeracties in het stadion sinds 5 jaar geleden. En dat is gisteren misschien wel uitgemond in de grootste sfeeractie die ze tot nu toe georganiseerd hebben op alle tribunes. Zelfs de hoofdtribune heeft enthousiast meegedaan, hele leuke reacties op gekregen. En ja, sfeer in het stadion, dat is een van de voornaamste redenen waarvoor supporters en publiek naar het stadion toekomt. Dus daar kunnen we niet genoeg van hebben. Dames en heren, 5 jaar Legio Novio Magnum. Dank u wel jongens voor al deze prachtige acties. Ben je al van ook? Ik vind de overwijzing aan de Klukkenhof. Hoe is het ooit begonnen? Nou, een jaartje of 5 dus geleden was er een roep naar sfeer. Die is er trouwens nog steeds, alleen dan op een andere manier. Want toen wilden we voornamelijk iets realiseren met doeken en dergelijke. En ja, zodoende is Legio Novio Magnum in het leven geroepen. En beperkt het zich tot het maken van spandoeken? Ja, goed, ik hou niet zo van die termen hoor, maar een tyfo-groep, zoals we dat noemen, die heeft in principe 2 aspecten. Ten eerste zang en ten tweede het ondersteunen van je team door middel van doeken en dergelijke. Nou, dat doeken gebeuren, dat gaat dus heel erg goed op het moment. Alleen ja, vocaal kan er nog het een en ander gebeuren hier. Maar we zijn inmiddels wel in gesprek met de club over een mogelijk sfeervak. Dus ja, misschien dat er op termijn toch eens een keer iets kan gebeuren. Want ja, de supporters zijn het er volgens mij wel over eens dat er een keer iets moet gebeuren. Wat zijn nou voor jullie zelf gedenkwaardige acties in de afgelopen 5 jaar? Gedenkwaardige acties? Nou, nou ja, de actie voor Gentenaar. Het was ook echt een van de eerste echt grote acties. Dus dat was wel echt een kippenvel momentje voor iedereen, denk ik. En ja, goed, de acties rondom NEC Vitesse. We hebben vorig jaar een doek gemaakt, Welkom in de Bloedkuil. Met een aantal fakkels erachter. Ja, dat soort dingen, die blijven hier wel bij. De eerstvolgende thuiswedstrijd van NEC is op zaterdag 27 november tegen FC Twente. Al ludieke ideeën daarvoor? Nou, toevallig gaan we dan collecteren rondom het stadion. Dus ja, dat is weinig mogelijkheid voor actie, omdat we allemaal zelf dan bezig zijn en touw zijn. Dus dan houden we geen actie waarschijnlijk in het stadion, althans geen grote actie. Met NEC gaat het de goede kant op, lijkt het wel. Hè? Financieel is het wat rustiger, 10e plek, gedeelde topscorer in gelederen. Het is helemaal zo dat we financieel een aantal belangrijke stappen hebben gezet om ons plan van aanpak, wat we bij de KNVB hebben ingediend, op een goede manier te kunnen uitvoeren. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben nog een lange weg wat dat betreft te gaan. En dat het sportief dan goed gaat, dat helpt geweldig mee voor de rust en stabiliteit in het hele bedrijf. En een goede sfeer draagt er ook aan bij. En een goede sfeer is heel erg belangrijk om iedereen ook weer de volgende wedstrijd vol enthousiasme naar het stadion te laten komen. Met alvast 3 punten op zak dat afgelopen zondag behaald werd tegen VVV Venlo, is Albert Ferrer maandag begonnen aan zijn eerste dag als hoofdtrainer van Vitesse. Om zijn vrouw bij te staan bij de bevalling van hun dochtertje, begon de Spanjaard aanvankelijk later met zijn eerste job als coach van de Arnhemse club. Al een eerste indruk kunnen krijgen van Albert Ferrer? Nou, de zaak wordt in ieder geval heel anders aangepakt. Gelijk effectief wordt er gewerkt en zo mag ik het graag zien. Nou, gaat er fanatiek op, wat ik nu gezien heb. En net een groepsknuffel, dus dat ziet er wel leuk uit. Ja. Ja, een groot verschil met een paar weken geleden? Er is een enorm verschil. De hele aanpak is al anders, dus
ik ga er wel wat van verwachten. Nu niet op korte termijn, maar op langere termijn. Dan moet je een jaar rekenen, dan zie ik toch wel de resultaten daar. Dus Vitesse mag weer omhoog kijken? Die gaat omhoog kijken, zonder meer. Wat vindt u van de oefeningen? Ja, ik vind het heel anders. Het is veel met de bal, veel techniek. Veel heel snel. Ja, tot nu toe bevalt het me goed. Dus de verwachtingen voor de komende weken is daarmee ook goed? Ja, die zijn altijd goed. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk, maar ik vind hem, hij traint heel anders. Hij traint, je kunt dan die jongens zien, het straalt een beetje, het straalt meer uit. Dus nee, ik heb maar goede hoop op. Afgelopen zondag zat de oud-Barcelona en oud-Chelsea-speler al op de tribune van het Coolstadion van VVV Venlo toen hij zijn club zag winnen met 1-5. De eerste wedstrijd van Albert Ferrer wordt meteen een ware test. Vitesse neemt het dan op tegen Heracles Almelo. En bij winst kan voorlopig afscheid worden genomen van de kelder van de Eredivisie. How important will this game be for you and Vitesse? Well, all the games are very important. Obviously, my first game probably it could be more important for me mentally and personally. But we still have plenty of games to play. At the end of the day, if we win against Heracles and we lose the next game, we haven't done anything. So we have to look game by game and trying to win as many games as possible. But obviously, it's going to be a very important day for us. First day as an head coach. What is your feeling about the first training and the players? Very good feeling. I have to say that we are very happy with them. They showed a very good attitude. They done a fantastic training session. It's not easy for them because some we're changing some things and we're probably asking for some more intensity in some exercises, but they've been doing very well, so no complaints, very happy with them. At yesterday's game against VV Venlo, you were there. What are your thoughts about that game? Well, the game wasn't a bad game. It wasn't a fantastic game neither. We won, which is very important. We scored 5 goals. It's good for the motivation of the players. So it finishes with a run of games which they don't win. So that's, in terms of mentality, is very good because they get more confidence. But still, we have to work in some aspects that they have to be improved. But I'm happy for the winning. Honden en katten zijn traditioneel de populairste huisdieren. Cavia's, hamsters en konijnen doen het over het algemeen ook wel goed, maar slangen, spinnen en hagedissen, die kunnen doorgaans op een stuk minder sympathie van de mensen rekenen. Toch zijn er genoeg Nederlanders die er in hun huis een terrarium met deze koudbloedige dieren op nahouden. Ruim 1000 van hen waren zondag te vinden op de 28e Internationale Reptielen- en Amfibieënbeurs in de Nijmeegse Jan Massinkhal. Wat vind jij van deze beurs? Leuk. En ben je niet bang voor al die spinnen en slangen die je hier ziet? Sommige wel, maar sommige ook. Vind ik wel leuk. Je hebt net een spin op je hand gehad, hè? Prikte dat? Hoorde ik dat nou goed? Dat jeukt. Die haren die jeuken op je handen en dat gaat kriebelen. En je hebt thuis misschien wel een cavia of een konijn, maar hier kun je niet mee knuffelen natuurlijk, hè? Nee. Daar kan je niet mee knuffelen. Dat lijkt me best wel vies. Alleen misschien kunnen ze wel in je nek lopen, maar dat lijkt me niet echt lekker. Waarom een bezoekje aan de reptielenbeurs? Nou, de jongens die hebben allebei als hobby reptielen. De ene kikkers, gifkikkertjes, en de andere gekko's. Dus dit was een mooie gelegenheid om eens te zien waar anderen mee bezig zijn. Om het een en ander te leren. Vergt het organiseren van zo'n reptielenbeurs nou een andere aanpak als een ander soort beurs? Nee, ik vind van niet. Het is echt, je moet gewoon echt zorgen dat het allemaal klopt. Je moet reclame maken. Je moet toch van heel veel dingen afweten van de reptielenwereld. Je moet toch naar de standhouders toe klantvriendelijk zijn, maar ook naar het publiek. En waar wij gewoon heel veel waarde aan hechten is het meedenken van de klanten, van de standhouders en het publiek. En we hebben dan ook een ruime informatiestand waar mensen toch wel hun ongerieven kwijt kunnen of hun complimentjes kwijt kunnen. Hoeveel mensen verwacht u dit weekend, bezoekers? Nou, we hopen toch wel boven de 1000, 1250 mensen. Gaan er na afloop ook nog heel veel dieren mee naar huis?
Er gaan inderdaad toch wel veel dieren mee naar huis. Maar je ziet dan toch dat een aantal handelaren die dan toch ook even weer naar andere of hobbyisten of andere handelaren gaan om hun voorraad, laten we zeggen, weer aan te vullen voor de winkel of dat ze vanuit huis verkopen. Kan het zijn als u vanavond het licht uit doet dat er nog ergens een spinnetje verdwaald is? Nee. In theorie kan het natuurlijk. We hebben ook ooit wel eens gehad dat er een bak met muizen inderdaad omgevallen was. Ja, de deksel eraf en alles vloog alle kanten op. Maar de mensen die hier staan, die zorgen heel goed voor de dieren. Die hebben ook echt toch een aantal zekerheden. Het afplakken van de bakjes, mooie terrariums met slotjes. Dus ja, ik acht kans klein dat dat gebeurt. Wie al het gekruip, gekronkel en gesis heeft gemist, geen nood. De volgende internationale reptiele- en amfibieënbeurs is op 15 mei 2011. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Het eten op, maar nog ruimte voor wat amusement. Amusement, u snapt hem. Kijk dan weer naar Let's Cookie TV. Meteen na het weer, dus blijf kijken en graag tot morgen.